Het Openbaar Ministerie eist 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de Apeldoorner die in augustus een 53-jarige man zou hebben doodgestoken in Arnhem. De steekpartij gebeurde volgens het OM met voorbedachte raden. De verdachte maakte een afspraak met het slachtoffer, kocht een messenset en koos daaruit een mes. Binnen een half uur nadat hij de woning van de Arnhemmer was aangekomen, was het slachtoffer dood. De Apeldoorner had zelfs tegen zijn broer gezegd dat hij wraak zou nemen voor een vermeende eerdere ontmoeting in juli. De Arnhemmer zou hem hebben gedrogeerd en verkracht.